Belgisch internet. Lukudeng na inide ay geopend. En langer door Engrang. Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe uitzending van je eigen 10 minuten jeugdjournaal. Muziek beluisteren, informatie opzoeken of chatten met je vrienden. Dat kan jij op het internet. Maar wist jij dat jij hier niet helemaal veilig bent? Pedofielen gebruiken steeds meer internet om foto's of video's van kinderen op te zoeken. Zij gebruiken verschillende social network sites. Vanaf het internet bestaat, zijn pedofielen hierop actief. Met de ontwikkeling van het internet is het steeds makkelijker geworden voor deze personen om hun slachtoffers te vinden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de social network sites hiervoor worden gebruikt. Facebook is één van ze. Via Facebook worden onderling foto's en video's uitgewisseld. Veel van deze accounts zijn daarom ook door de websitebeheerders geblokkeerd. Maar dat houdt deze criminelen niet tegen. Steeds vaker maken ze neppe profielen aan op Facebook en hiermee lokken zij de kinderen naar zich toe. Ik vond het heel erg. Ik vond van hoe kunnen mensen deze dingen doen? Hoe kan je kleine kinderen lokken om misbruik van ze te maken? Als je kinderen lokt, die kinderen zelf zullen ook wel moeten denken van ja, dat kan eigenlijk niet. Ze moeten niet zomaar dingen accepteren, vriendschappen. En ook als die mannen kinderen uitlokken, die kinderen moeten meer opletten van wie ze accepteren, naar wie ze gaan luisteren. Ik vind het heel erg. Het kan gewoon niet. Ik weet niet hoe mensen, zulke mannen, dat in hun hoofd kunnen hebben. En vooral met ook kleine jongetjes. Soms vraag ik me af of ze wel genade hebben. Facebook is een bekende social network site dat ook door heel veel jongeren wereldwijd wordt gebruikt. Je kan vanaf je 13e jaar lid worden van Facebook. De vraag is nu, hoe zouden we kinderen kunnen beschermen op social media? Het was toen ik jong was heel erg in het nieuws geweest dat er dus mannen waren en die kwamen met de auto en die hadden dan snoep of iets en dan vroegen ze om mee te gaan. En dat was een van de eerste dingen die je ouders je vertelden van als je die persoon niet kent, ga dan niet met die persoon mee. En eigenlijk speelt hetzelfde op Facebook en op andere social media kanalen. Als jij nog nooit van die persoon hebt gehoord, als je het gezicht van die persoon niet herkent, dan is de eerste stap al om meteen te wachten en niet meteen het vriendschapsverzoek te accepteren. Ik heb zelf wel een Facebook-account, maar ik accepteer nooit zomaar vrienden. Ik vraag altijd eerst aan andere mensen. Ik zet eerst een post op Facebook van wie is dit, kennen jullie hem? Nee, ik heb geen Facebook-account, want mijn vader, mijn ouders, ze willen niet dat ik een Facebook-account heb, want ik ben nog te jong. En Facebook kan leuk zijn, maar het heeft ook veel gevaren erin. Ik heb ook een Facebook-account en ja, ik accepteer ook zomaar vrienden. Maar dat is fout. Ik moet eerst kijken wie die mensen zijn voordat ik ga accepteren. Mijn ouders houden mijn Facebook-account wel in de gaten. Dus ik moet ook wel opletten wat ik op Facebook plaats, wat er gebeurt. En ook zodat zij ook kunnen zien wat ik doe. Ik ben gewoon vrij op Facebook. Ik share, like. Mijn ouders houden mijn Facebook-account soms in de gaten. Want hun zijn ook op Facebook en hun kijken wat ik doe op Facebook. En natuurlijk heb je nu ook Snapchat en Instagram. En dat zijn ook kanalen waar eigenlijk hetzelfde geldt. Wie jij volgt en degene die jij accepteert, dat bepaal jij zelf. Facebook-instelling is wat moeilijker, want elke keer als Facebook een verandering maakt, dan gooien ze vaak je instellingen weer op publiek. Dus jij moet continu controleren of jouw instellingen op Facebook daadwerkelijk alleen voor je vrienden zijn. Ook niet als er iemand je van ja, post dit of hij geeft je bijvoorbeeld friends request of zo voor bijvoorbeeld geld of materiële dingen. Wel, ze moeten niet vallen voor materiële dingen, want materiële dingen kunnen we altijd krijgen. Ik vind van dat ouders hun kinderen Facebook-account moeten checken. Eenmaal 24 uur wat ze doen, met wie ze appen, met wie ze chatten. Ik vind van, je moet ook kijken wie je accepteert. Wie op Facebook je allemaal chat. Je moet naar die profielfoto kijken. Bijvoorbeeld als het een fake account is van je beste vriendin. Dan weet je direct van, hey, je hebt je vriendin, heb je een nieuwe account gemaakt? En als ze zegt nee, dan weet je direct dat het een fake account is. Dus, accepteer geen mensen die je niet kent. En vertel het meteen aan je ouders wanneer iemand ongepaste berichten naar je stuurt. Zo bescherm jij in ieder geval jezelf. Ja,
En samen met jouw ouders kan jij aangifte doen bij de politie, zodat zij het verder kunnen onderzoeken. Lukuding na Inide Ai. Dat is de naam van de tentoonstelling die gisteren is gestart in de hal. Het is een foto-expositie waar er aandacht wordt besteed aan de 15 slachtoffers van de decembermoorden in 1982. Het eerste wat je opvalt wanneer je de hal binnenkomt zijn de gigantische kunstwerken. Met fleurige kleuren en een korte levensbeschrijving zijn de bekende pasfoto's van de 15 mannen vergroot en aan de muren opgehangen. Dit alles komt van de kunstenaar Kenneth Baker, die er zelf niet aanwezig is. Bepaalde van die mannen, als ik hier lees, zie ik dat ze bepaalde studies hadden gedaan. Sportmannen misschien. Als ze nu nog in het leven zijn, misschien zou ik naar ze op kunnen kijken in een andere wijze, zoals nu. Zijn ze overleden, is eigenlijk gewoon een donkere deel van onze geschiedenis. De expositie Lukudena Inide Ai heeft behalve de grote foto's ook genoeg informatie over de slachtoffers. Wat hun hobby was, talent en waarmee zij zich dagelijks bezig hielden. En hiervan kan Janine Riedewald zich een klein beetje herinneren. Zij was 2 jaar toen haar vader werd vermoord. Als u naar zijn ogen kijkt, dan ziet u dat hij als man en vader apetrots was op zijn vrouw en kinderen. En nu staat hij hier naast me. Levensgroot en in kleur. Dankzij meneer Baker. Niet alleen mijn vader, ook de 14 andere vaders, zonen, broers, ooms en neven. Mijn hoop is dat u deze 15 helden vanavond beter leert kennen. Ik meen me te herinneren dat ik dus op een balkon ergens ben. Nou weet ik niet of het hier was of van Hop Kamerwijnen. En dat hij dus komt aanrijden in een busje. En dat ik dus naar hem roep, weet je, om me te komen halen. Maar ik kon zijn naam nog niet goed uitspreken, dus ik zei Hayalt, Hayalt, weet je wel. En toen kwam hij me halen, zette hij me op zijn rug. En ik was gewoon super happy om hem te zien, 's middags als hij terugkwam van het werk. Maar net wat ik zeg, ik vraag me soms af of het werkelijk een herinnering is of als het me is verteld. Het gebeuren rond de decembermoorden in 1982 wil niet een ieder iets over weten. Jongeren vinden dat het heel lang geleden is gebeurd. Maar Ivar denkt er net als de andere bezoekers heel anders over. Je kan zeggen van het is al lang gebeurd en zo. Maar als het jouw oom of jouw vader was, zou je ook zeggen van boy, je maakt hier mee oom. En daar zou je ook slecht over ze praten en zeggen van het hoefde niet zo te zijn. Degene die vooral zeggen van ik was er niet bij en ik hoef het niet te weten, die zouden toch echt moeten komen kijken. Omdat je weer achter de waarheid komen, dan moet je alle kanten bekijken. En wat we niet moeten vergeten, de jeugd moet eigenlijk zich realiseren dat de geschiedenis ons vormt. Weet je, het is net als zeggen dat je jeugd niet uitmaakt. Het vormt wie je bent als volwassen persoon. Dus dat zou ik ze graag willen meegeven. Bezoekers, waaronder ook de jongeren, mogen tot en met zaterdag 17 december een bezoekje brengen bij de hal waar deze 15 portretten een deel van onze geschiedenis vertellen. Behalve de portretten staat er ook een tijdlijn waar bezoekers gebeurtenissen die voor hen belangrijk zijn kunnen plaatsen. In Indonesië zijn kinderen dol op het spel Ingang en jongeren uit Nicaragua blijven van de straat door muziekproject. En wat dan nieuws voor kids, meer hierover. Ze doen mee aan een project Muziek om van te leven. Maak kennis met de band Ketom uit Nicaragua. Hay ritmo que se puede tocar con baldi, podemos probar música. Como en batería que se puede sacar en el balde. Enkele bandleden hadden eerst een heel ander leven voordat zij zich bij Ketom aansloten. Se antes era bien vaguito, sinceramente, era bien vago. Me gustaba andar solo de arriba para abajo. Desde que hicieron este grupo, desde que comenzó el grupo Ketom, desde el primer día yo estoy aquí. Tenemos que ser puntual porque ya si la gente dice, míralo, el otro ya anda y tiene responsabilidad que venir. Entonces, responsabilidad, respeto, de respetarse uno contra los otros y no dar broma. Door muziek wil het project de levens van deze jonge muzikanten verbeteren. Tot nu toe heeft dit gewerkt.
Dit traditioneel spel heet Engrang en kan in bijna elke provincie in Indonesië gevonden worden. Het is niet alleen leuk om dit spelletje te spelen, maar het maakt je ook nog eens langer. Cara mainnya begini. Kaki kanan diangkat ke sini, kaki kiri ke sini. Lalu berjalan. Engrang itu bisa menyehatkan badan dan untuk bisa meninggikan badan ataupun dengan senang hati. Suka main engrang karena membuat tinggi dan menyenangkan hatiku. Deze meisjes spelen dit spel graag in de middag. Weet jij nog trucjes om langer te worden? Dat was het voor vanavond. Hoop dat je hebt genoten. Tot morgen. Doei doei!